Remco Kampert viert deze week zijn 80ste verjaardag. Hij is een van de grootste dichters van het naoorlogse Nederland. En de bezige bij viert zijn 80ste verjaardag met een dichtbundel Poëzie is een daad. De kaft is een zelfportret van Remco Kampert. En in de bundel staan 62 gedichten van 62 dichters uit binnen- en buitenland. Intussen is de eerste, Simon Vinkenoog, daarvan overleden helaas. En zij hebben allen een eerbetoon aan Remco Kampert geschreven ter ere van zijn jubileum. Uit deze 62 gedichten lees ik er graag één voor. Dat is het gedicht van Jules Deelder, getiteld Remcam, zoals ik kan zien. Remcam of Remcam. Ik ga het graag aan u voordragen vanuit het urinoir achter de Vissersplein. Op staps langs herenwegen, op jacht naar het Parijs gevoel. Dwars door Amerika en Indonesië met Schier en Vink en noem nog eens een paar dichters die nu al zijn vergeten, kwam ik hem tegen. Als eerste onder zijn gelijken en als enige in zijn soort. Een man die het zonder rijbewijs als dichter verder schopte dan het gros van zijn collega's het met ooit schoppen zal. En die op eenzame hoogte ver voor het peloton uit op de flanken van de Zangberg onder het genot van rode wijn en een voorzichtig trekje van een joint van het uitzicht blijft genieten tot het eerste groepje achtervolgers hijgend in het zicht komt. Om vervolgens met een pesterig lachje om de mond en met de timing van een muzikant hernieuwd en onherroepelijk te demareren tot ver voorbij het eind van elks Latijn en boven de Parnassus uit te stijgen om tussen de sterren aan het firmament te stralen en te schitteren als het levende bewijs voor de mensen hier beneden dat er tenminste één dichter is die hen begrijpt. Remco Kampert namens de Boekenkrant, gefeliciteerd met je 80ste verjaardag.